Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, collega's, de scholen zijn open, maar er zijn nauwelijks kinderen of nauwelijks leerlingen. Omwille van het quarantainebeleid en de noodremprocedure waarbij bij 4 besmettingen volledige klassen dichtgaan, sluit ook effectief de ene klas na de andere met de besmettelijke Omicron-variant. Nu, meneer de minister, voor de vakantie waren er quarantaines, dus quarantaine na quarantaine, 3 weken kerstvakantie, dan nog quarantaines, even naar school quarantaines. Sommige gezonde kinderen zitten weken en als ze pech hebben, zelfs maanden in quarantaine. En daarbij ontnemen we niet enkel het leerrecht, maar gaan we ze ook sociaal isoleren, want ze mogen als ze in quarantaine zijn ook niet naar hun hobby's. Nu, meneer de minister, dat dit ging gebeuren met deze besmettelijke variant, dat was te verwachten. We hebben daar ook al weken geleden vragen over gesteld. En vorige week was er ook een oproep van het CLB om dus die quarantaineregels voor gezonde kinderen te gaan afschaffen. Gelukkig zijn de geesten in het onderwijsveld ook gerijpt en heb ik toch de indruk dat er ook Vlaams een akkoord is in het onderwijsveld om de quarantaines voor gezonde kinderen te gaan afschaffen. We mogen niet vergeten dat die quarantaines ook heel veel invloed hebben op de ouders, hè, want het is natuurlijk heel moeilijk als je dus maandag opstaat en krijgt een bericht van de directeur met de melding, uw kind moet in quarantaine, je moet maar organiseren. Het wordt stilaan onhoudbaar. En bovendien zie je ook dat mentaal welzijn, meneer de minister, van onze kinderen er echt wel serieus onder begint te lijden. En ik durf zelfs stellen dat deze situatie moeilijker is dan de algemene lockdown die we in 2020 hebben gehad, omdat het zo verschillend is. Hè? De ene klas in een quarantaine, het ene kind in een quarantaine. Leerachterstand inhalen, die niet voor iedereen gelijk is natuurlijk nog moeilijker. En we weten allemaal dat de leerachterstand in Vlaanderen dat al een probleem is. Dus we moeten effectief iets doen. En vandaar ook mijn simpele vraag, meneer de minister. Gaat de quarantaineplicht voor gezonde kinderen worden afgeschaft? Dank u wel. Dank u wel, meneer de minister. En u heeft eigenlijk al antwoord gegeven op mijn bijkomende vraag, of deels al. Ik wil vragen, waar ligt het kalf dan gebonden? Hè? Want er stond deze ochtend in de krant dat er nog geen akkoord bereikt was. Ik dacht, zijn het dan de virologen die te verregaand vinden? Maar u zegt eigenlijk net van niet. Is het dan de federale regering die dwars ligt? Is het zoals heel vaak al gebeurd is in het coronabeleid? Hè? Onderwijs is een exclusief Vlaamse bevoegdheid. Het onderwijsveld heeft zelfs een akkoord. Gaat het dan de federale regering zijn? Gaat het dan meester Frank zijn die het Vlaamse onderwijs terugfluit? Zitten we dan echt met een soort van blokkeringsfederalisme waar de federale regering de onderwijskansen van onze Vlaamse kinderen ondermijnt? Dat is een heel legitieme vraag, denk ik, meneer de minister. En ik wil u toch ook nogmaals oproepen, dat is misschien al de 10e keer dat ik hier in dit parlement op dit sprekersstoelte zeg, onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid. Zet alsjeblieft uw hakken in het zand. Laat onze kinderen naar school gaan, want het is echt hoog tijd dat de kinderen terug hun leerrecht gerespecteerd wordt. Dus ik vraag alleen, meneer de minister, doe alsjeblieft dit maal wat u moet doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer de minister. Collega's, al 2 jaar lang zijn onze kinderen letterlijk kind van de rekening. En zij hebben gelukkig weinig last van het coronavirus, maar ze betalen wel een zware prijs. En vaak zijn de regels voor kinderen zelfs nog strenger dan de regels voor volwassenen. Bovendien hebben we al 2 jaar lang focussen we ons op de capaciteit van de ziekenhuizen. Maar voor het mentaal welzijn van onze kinderen is het al heel lang code zwart. Hè? Daarom vraag ik dat we teruggaan naar hoe het altijd geweest is. Een kind dat ziek is, blijft thuis. Maar een kind dat gezond is, gaat naar school. Want het gaat hier, collega's, over de toekomst van onze kinderen, de toekomst van ons land. En onze kinderen hebben recht om naar school te gaan. Het is tijd dat we onze kinderen laten leren en het is vooral tijd dat we onze kinderen opnieuw laten leven. Dank u wel.